tactieken. Piekenhagen staat op doel. Looms, Van der Linden, Maartens en Breukers zijn de vier verdedigers. Flederis, Overtoom en Kwanza de middenvelders. En Everton, Dost en Douglas vormen het aanvalstrio. Dat is de basis van Heracles. Dan gaan we naar FC Utrecht. Vorm is daar de man die tussen de palen staat. Lenski, Buitens en Keller en Van der Marel zijn de verdedigers. Buitens vorig seizoen nog Herakliet. Er staat een ruit op het middenveld met Assare, Van Dijk, Mertens en Zilberbauer. En twee spitsen van Wolfswinkel en Moulenga. Het commentaar vanuit Almelo komt van Jeroen Elshoff. Van der Linden. Daar is ruimte bij Flederis. Die moet opgepakt worden door Van Dijk. Everton. Voor de eerste keer dreiging. Heracles, Everton. Eerste schot van de wedstrijd in de zesde minuut. Komt van de voet van deze Braziliaan. Flederis is weer vrij en wordt weer gevonden. Krijgt veel vrijheid in de eerste minuut, Flederis. Maar hier gaat hij slordig om met het balbezit. En wel met Van der Marel. En die twee die hebben het dan met elkaar aan de stop. Flederis en Van der Marel. Luigen heeft het gezien, maar zegt doorgaan. Het was even vrij worstelen, op de grond liggend, tussen die twee. Mertens, Piekenhagen met twee vuisten. En Looms die een hoekschop voorkomt. Maar wel inlevert bij Zilberbauer en dan dus een vrije trap. Met een overtreding van Looms. Buitens overlegt met Zilberbauer. Wie loopt waarheen bij de vrije trap van Assare. Bij de tweede paal is Zilberbauer helemaal vrij en is het dus raak. Ongelooflijk dat Zilberbauer zo vrij kan inkoppen. En dus staat Utrecht voor. De vrije trap van Assare en niemand bij Heracles let op de aanvoerder van Utrecht. En dan is het een koud kunstje. Hij kopt hem prima in. 1-0 voor Utrecht. Maar de ploeg die zo goed is in verdedigen, Heracles, laat hier toch een flinke steek vallen. Overtoom even vastgepakt, maar heeft de bal nog altijd en mag Van Luijgen dus door. Flederis, Looms, alle tijd voor een goede voorzet nu. Looms, Dost komt er niet aan. Flederis, schiet is lastig. Een voorzet, Douglas en een kans, een flinke kans. Dan was het lastig om er goed bij te komen voor Douglas in de vorm. Moulenga en Looms wijst naar Van der Linden. Everton, Overtoom. Wie pakt Overtoom aan bij Utrecht? Nog niemand. Everton, Overtoom dus doorgelopen en Overtoom scoort. Hij zet deze aanval zelf op. En rond het keurig af. Niemand pakt hem aan, Overtoom. De combinatie met Everton en hij kan hier mikken. En hij mikt prima. Willy Overtoom. Zijn derde doelpunt van het seizoen. En Heracles op gelijke hoogte. Assare. Weinig ruimte daar op het midden. Maar dit is goed gedaan, zeg. Assare. Aangespeeld door Van Dijk. Zilberbauer komt nog. Mertens met Kwanza. Mertens handig. En Piekenhagen. Flederis. In één keer bal aangeraakt. Hoekschop voor Heracles. Via het gezicht van Van Wolfswinkel die daar nog wat last van heeft. Snel genomen. Flederis krijgt hem terug. En daar is de kopbal die raak is. Everton. Toch niet de grootste van allemaal. Maar wel raak met het hoofd. 2-1 Heracles. Iedereen lacht, iedereen is blij. Dat is niet te zien aan het gezicht van Verbeek, maar zijn ploeg staat voor. De voorzet van Flederis, daar wint Everton het kopduel van Van der Marel. Heracles buigt op een knappe manier met goed voetbal een achterstand om in een voorsprong. Heracles heeft na de 1-0 van Zilberbauer veerkracht getoond. Staat voor en controleert. En wil misschien nog wel uitbreiden zelfs. Looms. En Douglas helemaal vrij. Douglas! Dat had de 3-1 moeten zijn. Kwanza. Overtoom.
Wat gaat het daar toch makkelijk op het midden. En Kwanza met de volgende kans en daar nog Dorst. Maartens. Looms. Vlederis, een van de beste aan de kant van Heracles in de eerste helft. En ook deze combinatie gaat weer uitstekend. Overtoom. Die andere die zo goed was. En Dorst. En Douglas. 3-1. Vlak naar rust. Doet Heracles wat het naliet in de eerste fase na de 2-1. Het uitbouwen van de voorsprong lukt in de tweede helft heel snel. Ongeloof bij vorm. Ongeloof bij Wuitens. Overtoom. En dan uiteindelijk daar Douglas. Het is dik verdiend, de 3-1 die veel eerder had kunnen vallen. Maar nu valt hij dus direct naar rust. Mertens en de bal voorlangs. Ja, Heracles moet ondanks het overwicht natuurlijk blijven oppassen. Van der Marel, Everton. Van der Linde, Wijnovic, Everton. Bijna vrije doortocht. Hij laat het aan Dorst en Vorm. Die had erin gemoeten. Dat weet Dorst natuurlijk. Veel kansen heeft Heracles in de tweede helft niet meer gehad na de 3-1. Lenski, Loval, Nijholt, Assare. Utrecht nog een keer in de 89ste minuut. Assare, Lenski en Piekenhagen. En daarna het schot van Nijholt nog. Zo voorkomt Piekenhagen dat het nog spannend wordt in de slotminuten van de wedstrijd. Vrijtrap Utrecht. Bijna iedereen van Utrecht mee naar voren. Hakola. Lenski niet. Hakola nu door. Moet toch wel afrekenen met Wuitens. Hakola is alleen en dus zelf. Redding van vorm. Zo blijft het 3-1. Heracles kan het toch ook in eigen huis. En Utrecht leidt de tweede nederlaag van het seizoen. Het zijn 3 dik verdiende punten voor Heracles.